Ik ben Vivian Zichtman, 30 jaar oud. Ik kom uit Apeldoorn en ik ben een van de genomineerden voor de motorvrouw van het jaar 2013 verkiezing. Helemaal gek van motorracen en daarom doe ik mee. Gewoon dat geweld onder je kont, lekker de weg op, vrijheid, blijheid. Dus jij en je motor, nou, zeker voor het circuit geldt dat. Je bent alleen maar bezig met jezelf op de baan en die motor. Plat op één oor, die motor hebben waar jij hem hebben wil. Iedere keer harder, harder, harder. Ja, dat vind ik gewoon een enorme kick eraan. Go Girls Racing Team, eind 2008 opgericht door mij en toen nog een aantal andere dames. Je hebt onwijs veel aandacht. Mannen zijn nieuwsgierig van, hey, wat is dat? Wie zijn dat? Hoe doen ze het? Je valt gewoon heel erg op, zeker toen. We waren echt het enige damesteam. Dus ook al waren we niet zo snel, hadden we meer aandacht dan de snelste teams. Gewoon puur omdat we er waren. Dat was nog nooit eerder voorgekomen. Maar goed, winnen deden jullie niet. Dat helaas nog niet, maar dat komt ooit nog wel een keer. Dat moet er een keer van komen. Ik wil motorvrouw van het jaar 2013 worden. Je ziet aan mij, iedereen kan het. Motorrijden kan je leren. Dus dames, twijfel niet langer en stap op die motor. Niet nadenken, maar doen. Stem op mij.